Hey Fedor. Hey Lisanne. Hey, wat doen we hier eigenlijk? Nou, we hebben een leuk idee voor de kijkers. Oh ja? Ja, we gaan een verhaal vertellen. En jij gaat een verhaal vertellen, bedoel ik. Zeker, zeker. En dat gaat over Marie. En ze zit op de middelbare school en ze is 15 jaar oud. Ja. En Marie heeft een vriendin en die heet Janneke. En ze woont op het klooster. Hier heb je een foto waar ze woont. En haar vader is daar ook beheerder. Ja, dat klopt. Dat verhaal ga ik zo vertellen. Ja, en het idee daarachter is dat jullie kijker kunnen reageren op van hoe het verhaal verder kan gaan. En bijvoorbeeld ook hoe het verhaal kan lopen. Maar daar kom ik straks nog op terug. Precies, het is de bedoeling dat we het verhaal samen gaan schrijven. Ja. Marie was al bijna 2 dagen niet buiten geweest. Zelfs niet naar haar vriendin Janneke, die aan de overkant van de straat woonde. En dat terwijl het zulk mooi weer was buiten. Een strak blauwe hemel, een stralend zonnetje en de vogels sjilpten er vrolijk op los. Haar vader vond het maar onzin. Marie, zei hij, blijf toch niet zo binnen zitten. Er is echt niets aan de hand en ik kan het weten. Hij kon het weten, want hij liep de hele dag buiten. Maar was hij niet de eerste geweest die iets vreemds ontdekt had? Nou dan, hij zou beter moeten weten. Marie keek even naar haar moeder die aan tafel aan het borduren was. Ze kon zich geen suffere hobby voorstellen. Maar haar moeder vond dat ze niet zo moest zeuren. Ik heb het er toch ook niet over dat jij de hele dag met je vriendinnen loopt te appen? Zei ze. En daar had ze wel gelijk in. Over appen gesproken, zou Janneke al teruggeappt hebben? Net toen ze haar telefoon pakte, lichtte het scherm op. Janneke belde. Hé, toe Marie, doe niet zo flauw, kom gewoon even langs, viel Janneke meteen met de deur in huis. Kom jij maar naar mij toe, ik steek de straat echt niet over, zei Marie. Je weet toch dat ik huisarrest heb? Ik mag deze week alleen de deur uit om boodschappen voor mijn moeder te halen of om naar school te gaan. En het is zo saai thuis. Hallo, ben je vergeten wat mijn vader gevonden heeft in het bos achter het klooster? Marie was verontwaardigd. Vrijdag nog had ze het hele haar verhaal verteld. Janneke kon het niet toch al vergeten zijn? Haar vader was beheerder van een oud klooster waar bedrijven in gevestigd waren. Hij deed allerlei klusjes in en om het klooster en zorgde dat alles goed verliep. Vrijdag, einde van de middag, had hij een vreemde afdruk gezien in het bos. Het zou me niet eens opgevallen zijn als hij de dagen ervoor niet zoveel afgebroken takken en zelfs omgevallen bomen had gevonden. Toen hij verder op onderzoek uitging, vond hij een dode ree. Het huis van Marie en haar ouders stond vooraan op het terrein van het klooster. Ver genoeg weg van het bos om je geen zorgen te maken, vond haar vader. Maar Marie was niet gek. Wat er ook in dat bos zat, het kon er ook uitkomen. En misschien zat het niet eens meer in het bos. Was het alleen maar door het bos heen gelopen en was het nu vlak bij hun huis? Op haar armen zat ineens allemaal kippenvel. Je kunt toch wel even de straat oversteken, ging Janneke verder. Je vader heeft iets in het bos gevonden. En bovendien, monsters houden niet van daglicht. Ze komen alleen tevoorschijn als het donker is. Nu Janneke het over een monster had, klonk het wel heel kinderachtig opeens allemaal. Hallo, ze was al 15. En bovendien, dan ben je toch niet meer bang voor monsters? Ze bestaan niet eens. Haar moeder had haar zeker te veel sprookjes voorgelezen toen ze klein was. Marie zuchtte. Oké, ik kom wel even langs. Heel veel YouTube-filmpjes later vroeg Janneke's moeder of ze wilde blijven eten. Marie rook lasagne. En dat vond ze een stuk lekkerder dan de groentesoep die ze thuis zou krijgen. Graag dus. Om 8 uur schrok ze opeens op. Ik moet naar huis. Nu al?
We hebben morgen het eerste uur vrij hoor. Of weet je dat niet meer? Kijk naar buiten, het is bijna donker. Bijna donker? Waar heb je het? Oh, het monster. Janneke gaf Marie een duwtje. Dat meen je toch niet serieus? Er is heus geen monster. Mijn vader denkt dat het een wild zwijn is. En die doen mensen echt geen kwaad. Ja, je zult wel gelijk hebben. Marie schudde haar hoofd om alle enge verhalen die ze ooit gehoord had eruit te krijgen. Toen ze een half uur later het tuinpad afliep, zei ze tegen zichzelf: zie je wel, er is helemaal niks aan de hand. Er is niks om bang voor te zijn. Toch liep ze wel wat sneller dan normaal het hek van het klooster door. Wacht eens even. Zag ze daar in de struiken nou iets bewegen? Een spannend verhaal, hè? Wil je weten hoe het verder gaat? Je kan het zelf bepalen. Wat hoop je dat er in de struiken zit? Of wat denk je dat er in de struiken zit? Heb je een idee? Stuur dat naar onderstaand adres. Graag voor maandag 5 uur. Ja, ik ben super benieuwd hoe het verder gaat. Wat zou er nou in die struiken zitten? Ik hoop dat er heel veel mensen iets gaan insturen. Ik hoop zeker dat heel veel mensen hierop gaan reageren. Want dan kunnen wij verder aan ons verhaal schrijven. We willen ook eigenlijk wel graag tekeningen hebben, hè? Ja, want we kunnen ook een tekening bij het verhaal plakken. Zeker, want een verhaal zonder plaatjes, dat is eigenlijk geen echt verhaal. Nee. Dus superleuk als je... als je je tekening instuurt of iets knutselt, daar hebben we zin in om te zien wat jullie allemaal insturen.